Hi, goedemorgen. Ik wil een keer wat anders gaan doen. We gaan 10 minuten, misschien 15 minuten even een keer kort stretchen. Dus dan ben je een beetje voorbereid en dan kan je de kinderen voor de tv zetten en dan zeg je succes. Of voor jezelf natuurlijk, om even lekker warm te worden, los te worden. Ik vind het zelf ook altijd heel erg lekker om even een beetje dingen te doen in de ochtend. En dan word je gewoon, dan voel je beter bij. Dus zoals gewoonlijk begin ik weer even lekker met ademen. Een beetje losdraaien. Ondertussen kan je het nieuws kijken of wat dan ook. Dus grote series maken. Kan dat dan ook. Goed, andere kant. Achterdraaien. Andere kant nog even naar achter draaien. Nu twee tegelijk, even naar voren en achter. Zo, alle twee draaien naar voren. Nog wat aan de staande stijl, wat stabieler. En weer terug. Het helpt meestal voor dat je echt een beetje goed doorbloedt en dat je daar zich een stukje losser voelt, niet zo vast zit en wat minder last krijgt van eventuele blessures. Ga heel langzaam draaien, heel voorzichtig. Andere kant. Andere kant. Grote cirkels maken. Waarschijnlijk weer een mooie dag vandaag. Als ik zo kijk naar buiten. Lekker, ik denk dat ik zo lekker hardlopen. Dus voor de mensen die in Zuid-Holland wonen, ik denk dat jullie me zo meteen rond 12 uur wel zien hardlopen. Lekker. Lekker, adem in. Kom maar omhoog. En uit. Probeer je knieën naast elkaar te houden. Stretchen, dan ga je iets naar achter en dan probeer je hem hier te voelen. Soloos, spieren. Andere thuisspieren zijn het. Maar dat kan ook. Dus je houdt het gestrekt en als je goed voelt, dan voel je iets daaronder. Dus. Oké. Okay. Ik vind het lekker om dat op te voelen op de grond. Naar een mooi matje. Oké, okay. Even voelen. Dan doe je één hand eronder door. Ga je dan duw je deze op de grond en hoop je dat je hier stress voelt. Breng je lichaam naar de grond. Schouderbladen op de grond en dan ga je iets te dicht bij de muur. Eens opzij. En opzij.
puzzel. Hier rechts of links. Je handen door. Trekken. Dat is maar naar lang. Zijn we weer. Nu weer iets de benen, de spieren pakken, wil je gebruik voor trappen. Dan voel je tegen elkaar. En dan ga je rustig weer. Probeer hem op, goed naar beneden te duwen als je vindt. Rustig benen. Begin. Oké. Okay. Ja, daar komt ie. Het is puzzeltijd. Nee. Okay, deze ga ik draaien. Zo. Dag nu. Nummer 1. Doe het een paar keer voor jezelf. Doe naar de volgende daarna.
voel je een hele stress in je zij. Ga je kijken zo ver als je kan dat je kan zitten. Je moet heel rug en lang. Hier moet je even je tijd van heel doen. Dat je voelt van oké. Dier, en dan ga je zitten. Of als je niet verder kan, dan ga je gewoon zitten en dan plof je neer. Doe je benen uit elkaar. En dan ga je heel langzaam ga je proberen naar rechts. Ik kan hier, 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 hier. Zo ver als je kan vasthouden. Andere kant. Volgende wat je kan doen is over je hoofd. Trek je naar de zijkant. Andere kant. Trek je naar de zijkant. Voel je hier als goed zo. Kom je misschien naar voren komen. Als je voelt dat het wat losser wordt. Ik had trouwens ook beter met het. Voor jezelf een beetje te ontspannen. En dan ga je daarna maar door. Ga je kijken of je heel iets verder kan gaan. Nee. Probeer. Ga iets naar links. Moet je nu op pauze zitten en dan ga je er 5 minuten in zitten. Dan kan je kijken naar het nieuws of wat dan ook. Ik moet verder. Ik ga het filmpje van vanmiddag alweer online zetten. Dus ik ga er even iets hebben. Dus dan mag je daarmee weer doorgaan. Als je nu naar achter gaat, is het belangrijk dat je niet je voet naar elkaar toe trekt. Ik heb wel eens meegemaakt dat mensen een last krijgen van Louise. Nu spreekt. Dus dan moet je eigenlijk licht naar achter brengen. En dan pas bij je. Los. En wat we eigenlijk nog moeten doen is een beetje hoofd. Dan ga je heel rustig. Mag je? Serieus, maar heel voorzichtig beginnen. Michael was gek hier. Dan draai je hoofd eraf. Heel rustig. Verder, hè? Als goed voel je wel een stretch. En naar rechts. Omhoog. En naar beneden. Omhoog. En naar beneden. Oké, nu mag je nog een keer een rondje maken. Nu mag je hier iets meer te stretchen. En naar de andere kant. Kleine dingetjes, maar misschien wel minder belangrijk. Trek je handen voor je, trek je naar je. Dus je armen tussen je schouderbladen. Ik ben niet zo heel lenig, maar
Ga je proberen een trucje naar beneden? Rest. Hoe meer ik bezig ben, hoe meer ik naar buiten kijk, want de zon gaat schijnen, dus het wordt een hele mooie dag vannacht. Heel bedankt. Laat me je video zien. Als je thuis aan het oefenen bent, ik wil graag voor de volgende keer mensen kunnen bedanken en taggen in jullie berichten. Dus laat me zien en heel veel plezier vandaag. Ik wens je een hele mooie fijne dag. Was.